Na een lange reis is het dan eindelijk zover. We zijn in New Venrin. Wat dit land allemaal te bieden heeft, dat zullen we morgen moeten zien. Het is al heel laat namelijk, dus we zijn snel begonnen met het opzetten van een kamp, zodat we een rustige overnachting kunnen maken. Ik ben heel erg benieuwd wat Wouter morgen allemaal te vertellen heeft, want ik weet nog steeds niet precies wat hij hier van plan is en wat hij hier te zoeken heeft. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd naar het eiland zelf. Misschien wonen hier al mensen. Misschien zijn hier nog tekenen van toen mijn vader die Fenrin hier naartoe heeft gebracht. Ik weet het niet. Ik kan alleen maar wachten tot morgen en kijken wat dit eiland allemaal verborgen houdt. Natuurlijk is het ook een mooie afwisseling van het sneeuwige landschap van Ljocht en van de kou waar we nu eindelijk van verlost zijn. Nou, lekker dan. Zijn we hier op een onbewoond eiland zonder boot, zonder spullen, wat dan ook. Oh ja, er is wel wat gebeurd, jongen, maar ik weet er eigenlijk niks meer van. Oh. Het is beter als we gewoon gelijk gaan kijken naar een uitweg, want hier wil ik niet lang blijven. Ja, ik ook niet. Laten we meteen gaan kijken. Oh, alleen maar sneeuw. Hé, hey, hier is ijs. Waar? En hier. En dat betekent, als die ijs is en daar is zee, dat betekent dat als we dit ijs volgen, dat er dan land moet zijn. Dus laten we maar gaan gelijk dan. Ja. Dan zijn we hier in ieder geval weg. Ja, kom, we gaan. De volgende morgen gaan we vroeg aan de slag. Er is veel te doen. Natuurlijk het eiland verkennen. Maar ook gewoon goederen verzamelen voor dit terugreis. Want we zullen weer wel wat nodig hebben om eventueel het schip te kunnen herstellen. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook niet Wouter zonder spullen achterlaten. Ik stuur Emiel en Stefan erop uit de bossen in om hout te gaan sprokkelen en hout te verzamelen. Ik stuur Mark en Noor erop uit om misschien te kijken of ze wat eten kunnen vinden. En of ze de goede locatie kunnen vinden voor een hoofdstad. Want misschien is hier al een stad. En natuurlijk Silent. Die stuur ik op uit om te kijken of hij een goede locatie kan vinden voor een mijn en misschien alvast een beginnetje kan maken. Hij is een harde werker en we kunnen de materialen goed gebruiken. Oh, we zijn er eindelijk. Eindelijk in Halscliff, ja. Deze dagen zijn veel te koud om zo lang te rennen. Ja, en te reizen. Oh. Zullen we maar even gauw naar mijn huis gaan? Dan kunnen we even wat eten halen. Ja. Oh, gelukkig woon jij erbij, want ik had geen zin om ver te gaan lopen. Gelukkig wel, ja. Ga maar voor. Dank je. Oh. Ik zal even achterkijken als er nog wat eten is, als jij hier eventjes wacht. Ja, man. Oh, even gaan zitten. Oh. Jim. Ja? Ze hebben een briefje achtergelaten. We zijn naar Fenrir gegaan. We zouden al een paar dagen geleden terug zijn moeten gekomen. Ik denk dat er iets gebeurd is. Een paar dagen geleden terug? En... Ja. Ik denk dat we maar eventjes onderweg moeten gaan naar New Fenrir om te kijken als alles goed is gegaan. Ja, maar... Trouwens, ja. Hier is wat eten, zodat je niet uithongert. Oh, dank je. Nou, dan moet... Als je snel eet, dan gaan we gelijk... Oh, ja, laten we gelijk gaan. Zo, dit is echt een makkie. Hoezo een makkie voor je? Ik heb een hartstikke goede axe natuurlijk. En waar hou je dat goud vandaan met die 90% belasting van je? 90% belasting. Ja, die betaal ik niet. Hoezo betaal je dat niet? Ik heb alles thuis liggen. Alles. Allemaal weggelegd in een hoekje. Zodat ik het voor jou niet hoef te betalen. En hoe zou je dat niet betalen? Omdat 90% belasting veel en veel te veel is. Dat vind ik van niet. En dat is het zeker wel. Als je het over een paar dagen niet betaalt, ga ik je gewoon met deze stok snijden. Over een paar dagen. Denk je dat we over een paar dagen terug zijn in Halscliff? Denk het wel. Ik denk het niet. Hoe lang heeft het geduurd voordat we hier waren?
4 dagen of zo. Daarom. Volgens mij hoef ik de komende tijd geen belasting te betalen. Wat het maar ergens anders gaat plunderen, hè? Wow. Gast. Wat? Waarom sla je me? Ik heb geld nodig. Jij hebt geld nodig. Je kwam niet rond voordat ik er was, zeker? Ja. Ik heb het wel voor de stad nodig, weet je. Voor de stad. Voor de stad. We zijn nu niet in de stad. Die 10% is ook hartstikke veel. Meer dan 3 of 4 gewone burgers van Halsecliff betalen. En dan moet ik 90% belasting betalen? Ja. En die andere burgers dan? Die hebben maar 40%. Weet je wat? We hebben het er wel weer over als we in Halsecliff zijn. Als. Levi. Ja. Waar gaan we nou heen? We gaan een kaart halen voor naar Fenrir te komen. Snap je dat nou nog niet? Ah, oké. Oké, nou. Pakken we nu paarden en dan gaan we zo gauw mogelijk vertrekken. Ja. Nieuw Fenrir, het land van nieuwe kansen. Ik heb deze ochtend met Wouter gesproken en hij heeft me uitgelegd wat zijn bedoelingen zijn met dit land. Hij gaat hier een kingdom neerzetten waar tolerantie vooraan staat, waar je dus niet langer meer wordt veroordeeld voor je afkomst of wat je in het verleden hebt gedaan. Je hebt hier de kans om met een schone lei te beginnen als je je maar goed gedraagt en goed je best doet. Een beetje zoals we in Halsecliff ook al hebben gedaan met Levi, die we gewoon toelieten ondanks alle dingen die hij had gedaan in het verleden, zolang hij zich maar ging verbeteren. En natuurlijk Silent, die uit Genava kwam, uit Empire, een vijandelijke natie die we toch nog een plek in onze stad hebben aangeboden. Ik ben heel erg benieuwd wat Wouter hier gaat neerzetten en ik ben zeker bereid om hem daarbij te helpen. Dit geeft ons een kans om het bloederige verleden van Ljocht achter ons te laten en alle slechte dingen die daar gebeurd zijn en te bouwen aan een nieuw kingdom met nieuwe kansen. Natuurlijk moeten we nog een keer een bericht sturen naar huis en Levi en Jim moeten we zeker niet vergeten, maar ik ben heel erg benieuwd wat dit land ons te bieden heeft. Natuurlijk is mijn vader hier al een keer geweest met die Fenrir, dus misschien kan ik hier nog wel tekenen vinden van zijn komst. Misschien vind ik hier wel antwoorden.